op het moment dat iemand zo'n stopteken al krijgt, dat kan heel spannend zijn. En dat ze gewoon echt niet meer weten wat ze moeten doen. Voor ons is het zo normaal om dat misschien 100 keer op een dag te doen. Maar ja, voor die mensen niet. Dat is spannend, dat is eng. Ze kunnen raar reageren. Ja, dat is wel eens goed om je daar even van bewust te zijn. Ja. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Leuk dat je luistert of kijkt naar de nieuwste aflevering van Boeiend, de podcast van de politie-eenheid Rotterdam. En wij hebben een bekende politieagent aan tafel zitten. En ook nog eens een naamgenoot. Niels, welkom bij Boeiend. Ja, Niels, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat jij hier bent. Ja. Voor de mensen die jou niet kennen. Jij bent op de weg geweest bij Blik op de Weg en bij Wegmisbruikers. Ja. Wat doe je? Wat ik doe? Ik ben al die jaren inderdaad met verkeer bezig geweest. Onder andere. En ook nu, hedendaags, werk ik nog bij Team Verkeer. Onder infrastructuur valt dat. Bij de eenheid Noord-Nederland. En wat ik daar doe is de hele dag in het verkeer en met verkeer bezig zijn. En alles wat daarbij hoort. Zowel met de opvallende als de onopvallende voertuigen. Auto en of motor. En dus ook op tv geweest. Zeker. 14 jaar uit mijn hoofd. Misschien wel langer. Zo hé. Ja. Hoe is het om tijdens de uitvoering van je werk zo gevolgd te worden door heel erg veel mensen? Nou, zo heel erg veel mensen die mij volgen, dat valt op zich wel mee. Tenminste direct. We hebben altijd een cameraman en een productiemedewerker mee. Tijdens de opnamedagen. Dus dan heb je een gezellige auto van 4 man in ieder geval. Alleen, ik heb er geen last meer van. In het begin was het heel even wennen. Ik ben begonnen natuurlijk met Blik op de Weg. Ergens in 2004 uit mijn hoofd. Dan heb je de cameraman, die bediende ook de apparatuur van de auto. Tenminste de camera van de auto. En dan heb je het zelf wat rustiger, laat ik het zo zeggen. Maar dat was gewoon een hele leuke tijd. En dat is uiteindelijk verder gegaan met Wegmisbruikers. Voor de mensen die het programma niet kennen en ook het fenomeen van een videoauto niet kennen, kan jij ons eens meenemen in wat is dat? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, je moet eigenlijk zien, ons werk bestaat uit de videoauto, een onopvallend voertuig, politievoertuig, wat wel helemaal is uitgerust met blauwe lampen, met sirene. Alleen dat is van buitenaf niet te zien. Maar daarin het belangrijkste, attribuut in die auto is een camera, zowel voor als aan de achterkant. De camera kan ook hartstikke goed inzoomen en daar proberen wij zoveel mogelijk verkeersgedrag mee vast te leggen. En dat heeft als voordeel dat als je iemand aan de kant zet, dat je hem die beelden kan laten terugzien. En juist door het visueel te maken, kun je mensen laten zien wat hun gedrag teweeg brengt of wat ze aan het doen zijn, waar ze eigenlijk soms zelf niet eens van bewust zijn. Ja, en dat is wel een eye-opener. En daar merk je de kracht van zo'n stom schermpje. Dat mensen zien van, het is inderdaad zo. En dan wordt het sneller aangenomen. Maar het belangrijkste, hopelijk een klein stukje gedragsverandering erin. En op enig moment is dat fenomeen is ook meegenomen naar de tv. En zijn er dit soort programma's zijn gekomen, hè? Ja, ik denk dat het een beetje samenloop is geweest. Hoe het exact ontstaan is, weet ik niet. Op tv is het destijds, de grondlegger is Leo de Haas geweest, die met Blik op de Weg begon. En die is echt begonnen met een camera in zijn eigen privéauto te monteren en op die manier content te maken. En dat is uiteindelijk in samenwerking met de politie verder gegaan naar de formats zoals we die eigenlijk tot op de dag van vandaag kennen. Met de videoauto's en de beelden die dan naar een producent gaan, waar een programma van wordt gemaakt. Alleen het wordt steeds lastiger. De hele strengere eisen over privacywetgeving en dat soort dingetjes. Dus dat betekent dat je nu, als je dat soort dingen gaat draaien, dat er gewoon heel veel geblurd moet gaan worden. Dat er stemmen vervormd moeten worden. En ja, het wordt voor de programmamakers een stuk lastiger om daar toch goede programma's neer te zetten. Ja, nou ja, wij gaan wel in deze podcast ook eens even kijken. Hoe ziet zo'n videoauto ernaar uit? Hoe is het dan om zo'n surveillance te doen? Dus we gaan daar met deze podcast wel mooi induiken. Dat is denk ik hartstikke leuk. Zeker. Maar voordat we dat gaan doen, willen we natuurlijk wel wat meer over jou weten. Het verhoor. Wat is het leukste aspect van jouw werk? Het leukste aspect? Ik denk dat iedere politiecollega dat wel kent. Je weet nooit wat je gaat doen op een dag. Voor een groot deel. Hè, en zeker in de noodhulp natuurlijk. Dat geldt voor mijn werk ook. Ik weet voor een groot deel niet wat ik ga beleven op een dag. Maar het mooiste vind ik om gewoon heel veel op de weg te zijn. Het is heel dynamisch. Je ziet mensen in hun eigen omgeving, in een kokonnetje, of dat nou op de fiets is of in de auto, met echt een afgesloten wereldje. Met alle eigen problemen, sores, vrolijk, heel verdrietig, verzin het maar. Iedereen is op pad
naar iets of van iets. En ja, je beweegt daar een beetje tussendoor. En ik vind het heel mooi om dat te zien, wat het allemaal met mensen doet, hoe die schakelen en ook waar het dus botst met of regeltjes of letterlijk met elkaar. En of je nou wil of niet, je hebt altijd te maken met verkeer. Iedereen die een voet buiten de deur zet, die komt erin. Dus ja, het is gewoon een wereldje waar iedereen zich in vertoeft, waar ook de criminele stromen langs gaan. Dus voor ons werk natuurlijk ook heel interessant, want het zijn niet altijd de reguliere burgers die gewoon naar hun werk gaan. Maar alles wat in een schimmigere wereld thuis hoort, laat ik het even zo noemen dan, ja, dat gaat ook door het verkeer. Of ze nou willen of niet, ze zullen moeten. Nou, dat maakt het voor mij heel leuk om daar een soort ja, spil in te zijn en daar tussendoor te kunnen bewegen. Als jij niet bij de politie zou werken, wat voor werk zou je dan doen? Ja, ik weet haast niet beter, zou ik zeggen. Ik heb ooit een studie gedaan voor facilitair management. Maar ik heb ook altijd wel de droom gehad om dan te kijken. En hoewel die kans heel klein was, maar om toch permanent bij de KNRM of zo te gaan werken. Lijkt me fantastisch. Ik ben een watermens. Hoe gekker het weer is, hoe hoger de golven, hoe blijer ik word. Dus ja, dat was altijd wel een droom van mij. Dat is ergens ook nog wel eens blijven hangen. Maar nou ja, dit heeft nog steeds de voorkeur. Werk jij het liefst in de ochtend, in de middagavond of in de nacht? Ik denk de avond. Ik ben wel een ochtendmens. Vroege diensten vind ik op zich ook wel leuk. Maar in de avond is het dynamischer. Er gebeurt net iets meer. Zijn de meldingen wat diverser waar we op mee kunnen rijden? Als de collega's noodhulp bepaalde meldingen krijgen, gaan wij uiteraard mee daar waar het kan of nodig is. En zeker waar het moet. En dat is in de avond is dat toch net wat leuker. Wat is de gekste politieafkorting die jij kent? Ja, daar vraag je wat. Het enige waar ik me... er zijn zoveel afkortingen. En waar ik me nog wel eens over verbaas, de operationeel expert, die wordt nog wel eens de OE genoemd. Maar er zijn ook regio's waar ze hem de OE noemen. De OE. De OE. En ja, ik zelf geef de voorkeur aan de OE. Waarom weet ik niet, want ik hoor links en rechts op andere bureaus soms, waar is de OE? Ik zit altijd naar die L te zoeken dan. Ik heb geen idee waar dat... Maar ik denk, ja, dat is het eerste wat zo eventjes in mij opkomt tenminste. Ja. En de SIF, daar moest ik ook aan denken toen SIF, wij... Wat is de SIF? Dat is ook een schoonmaakmiddel, hè? Ja, precies. Ja. Ja, de SIF is ons snelle interventievoertuig. Dat zijn die bekende Audi's. Wat moet ik daar verder over vertellen? Het is een voertuig wat specifiek is aangeschaft om de wat hogere snelheden fatsoenlijk te kunnen halen. En intervisies te plegen in het verkeer. Auto's die niet willen stoppen uit zichzelf, de bestuurders dan tenminste, om die even een handje te helpen. En dus geen schoonmaakmiddel? Het is zeker geen schoonmaakmiddel. Je krijgt er juist krassen van als je dat werk gaat doen. Hey, jij werkt in het noorden van Nederland. Correct. Wat is wat jou betreft het mooiste plekje van jouw werkgebied? Het tease ik weer naast. Ja, nee. Het is gewoon een prachtig gebied. Kijk, we zijn nu in Rotterdam. Ik vind het hier heerlijk. Dat zei ik ook al tegen jou. Gewoon de dynamiek die hier heerst. De chaos, de drukte. Het krappe centrum. Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik echt fijn. Maar ik vind het ook fijn als ik straks weer richting het noorden kan. Waar het net allemaal wat ruimtelijker is. En waar net zoveel alles wel gebeurt. Alleen een mindere intensiteit misschien. Maar het werk wat je er doet is eigenlijk hetzelfde. Dus ja, en het mooiste plekje voor mij persoonlijk, ja, blijft het circuit. Verdachte feitjes. Yes, daar zijn we weer met een nieuw verdacht feitje voor jou. Tegenwoordig hebben we een speciale afdeling rondom verkeerszaken. Team Verkeer. Waar je al eerder iets over hebt gehoord in een andere podcastaflevering. Maar dit is lang niet altijd zo geweest. Want voor 1906 bestonden er niet eens verkeersregels. Oversteken bij een zebrapad, rechts voorrang geven, dat soort regels bestonden er niet. Mensen deden eigenlijk maar wat. Nou, sinds 1923 is de afdeling Verkeers- en Voerwezen opgericht. En toen gingen mensen wennen aan het feit dat er politie was voor het verkeer. Dat was hem weer voor deze keer. We gaan snel terug naar de studio. Tot de volgende keer. Jouw vraag. In de rubriek Jouw vraag hebben wij altijd de mogelijkheid geboden aan de kijkers en luisteraars van deze mooie podcast om wat vragen te stellen aan de gast en zo ook aan jou. Jij hebt op Instagram ook een aardig bereik, hè? Mm-hmm. Er zijn best wel een hoop vragen binnengekomen. Ja. En de eerste vraag vond ik zelf ook wel heel erg grappig. Hou je vast.
krijg je geen last van je reet als je zo lang in de auto zit. Nee, er zit al zoveel eelt op na die jaren. ik denk dat wij best goede auto's hebben. En een stoelenafstelling is natuurlijk wel heel belangrijk. En vooral veel bewegen buiten het werk en in de auto zitten om. Gewoon veel wandelen, sporten, dat soort dingetjes. Dat, zeker voor je rugspieren is dat toch heel prettig. Ja. Maar dat zal voor elke diender gelden. Tenminste wel voor heel veel. Maar deze vraag, ik vond hem heel grappig. Ja. Ook de manier waarop die gesteld wordt. Maar daar zit natuurlijk ook wel een serieuze kant aan. Want je zit veel. Ja. En je moet ook wel even in die zin rekening houden met je eigen gezondheid. Dat je geen rugklachten krijgt. Dat je met name ook je vuurwapen. Klopt. Dat niet allemaal voor problemen zorgt. Nee, ik heb er ook heel bewust voor gekozen om het burgerholster, het plattere holster wat wij gebruiken voor onder de kleding vaak, om dat te dragen aan mijn gewone koppel. Waarom? Omdat de stoelen die bij ons in de auto zitten, dat zijn vaak toch de wat sportievere auto's. Dus de stoelen die hebben wat meer kuipstoelvorm. Ja, en als ik daar de gewone holster in ga dragen en de pepperspray houder, dan ben ik heel breed. Dus dat is niet prettig. Dus ik heb ervoor gekozen om het zo plat mogelijk te houden allemaal. En dan is dat net wat makkelijker. En dan ga je de vraag krijgen, want ik zie je alweer denken van, ja, maar het beenholster dan? Nee, want ik wil mijn been en mijn buitenbeen juist tegen de middenconsole van die auto aan hebben om hem zo goed mogelijk aan te voelen. En als ik daar een wapen tegenaan ga zetten, dan krijg ik mijn been niet lekker daartegen aan. En dan voel ik niet goed genoeg wat die auto doet. Ja. Er kwam ook een vraag over het uitschrijven van bekeuringen. Soms dan geven politiecollega's een hele preek en of proberen juist zoveel mogelijk context te geven. Andere collega's die zijn heel kort en zakelijk. De wet is de wet en hier moet u het maar mee doen. Hoe is dat voor jou? Waarin leg jij de nuance? Ben jij meer van dit is de bekeuring alstublieft? Of probeer je wel zoveel mogelijk context en duiding te geven in het waarom? Ik denk dat het heel situatieafhankelijk is. Ik schakel vrij snel. Ik lees gauw de mensen. En daarmee schat ik ook al wel in of een gesprekje mogelijk is. Of een uitleg mogelijk is. Of dat iemand gewoon echt weet van, joh, ik weet wel wat ik fout gedaan heb. Ja, stom, geef die boete maar en dan kan ik weer verder. Ja, dan hoef ik niet veel uit te leggen. Maar je hebt ook best mensen die gewoon echt zeg van geen kwaad bewustzijn wat ze fout hebben gedaan. He, hou het afstand houden bijvoorbeeld. Dat is iets wat erin slijt. Dat gaat heel langzaam en mensen gaan steeds minder afstand houden. En als je ze dan daar een bekeuring voor geeft, nou, dan zie je soms die vraagtekens in de ogen van ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar ik ben me van geen kwaad bewust. Nou, en dan komt het leuke van een videoauto, waar we nu dan ook weer over gehad hadden, is dat je het kan laten zien. Dus dat je beelden hebt van joh, kom even kijken, dan kan ik u laten zien wat ik bedoel. En dan zie je dus inderdaad die reactie van, oh ja, en ik had niet in de gaten dat. Nou, dat in combinatie met een stukje uitleg is gewoon de kracht. En hopelijk dat je daarmee dus een stukje begrip en gedragsverandering teweeg kunt brengen. Maar ja, sommige feitjes zijn ook zo simpel. Als iemand zonder licht rijdt, hoef ik niet uit te leggen waarom dat hij dat eigenlijk wel zou moeten. Ja, dan zijn we snel klaar. En je hoeft ook niet op alle slakken zout te leggen. Het gaat mij vaak om een stukje bewustzijn en veiligheid. En dan gaat het niet om het aantal bekeuringen of om de hoogste. Nou ja, ik vind het stukje veiligheid is het belangrijkste. Heb je nou een andere manier van doen wanneer de camera's aanstaan ten opzichte van wanneer de camera's uitstaan? Nee, nul. Nul? Nee, echt nul. Volledig hetzelfde? Nou, dat is heel moeilijk zelf te zeggen natuurlijk. Maar ik probeer het echt niet anders te doen. Ik ben gewoon wie ik ben. En een camera, ook tijdens het werk, beïnvloedt mijn werk niet. Sterker nog, als ik er last van heb, dan zeg ik gewoon even, joh, weg met dat ding. Als mensen echt argeren tegen de camera, ik ben met mijn werk bezig. Nou, dan is dan maar even geen camera. Ja, maar dan? Dan gaat het politiewerk en de manier waarop je dat moet kunnen uitvoeren gaat voor. Ja, absoluut. Ja. Ja. Als we het hebben over asociaal gedrag in het verkeer. Wat is nou gedrag wat jij persoonlijk het meest asociaal vindt? Waar jij jezelf het meest aan kan storen als mensen dat doen? Ik denk dat ik toch voornamelijk ga zitten op het afstand houden. Waarom? Omdat daardoor de meeste ongevallen plaatsvinden. Naast afleiding natuurlijk. Het een is vaak weer het gevolg van het ander. Want als je eventjes naar beneden kijkt of op die telefoon of anders wat, dan ben je alweer zoveel meter verder. En voordat je dan nog eens wat kan zien en waarnemen en gaat reageren, daar krijg je de ongelukken van. En dat heeft ook weer een heel groot deel met afstand houden te maken. Dus het is niet alleen vervelend voor jezelf. Het is irritant als iemand in jouw spiegel zit en je ziet de koplampen niet eens meer. Dat je denkt van, joh vriend, hou eens een klein beetje afstand. Maar ja, je betrekt als het misgaat er gelijk heel veel partijen mee. Als degene die dat veroorzaakt. Ik denk dat een van de dingen is waar ik persoonlijk de grootste hekel aan heb. Meer nog als een gewoon hard rijden of anders. Sommige stukken kun je hartstikke goed heel hard rijden. Het mag niet, dat is wat anders.
Maar het kan wel. Ja. Alleen, ja, als er wat gebeurt, dan moet je ook op tijd stil kunnen staan. En daarom vind ik, afstand houden vind ik echt een van de belangrijkste dingen. Ja. Maak je wel eens hele grappige dingen mee? Oh, en ja. Zo ja, kan je ons eens meenemen in een heel grappig verhaal, een grappige melding. We hebben een tijdje geleden heb ik nog iemand gehad die had een Engelse auto geïmporteerd. En die had op zijn linkerstoel, dus eigenlijk op de bijrijdersplek, waar normaal hier de bestuurder zit, had hij een skelet gezet. Ja. Vals stuur in de auto, met de handjes op het stuur liggend. Ja, het is prachtig om te zien natuurlijk. Als je zo'n auto inhaalt, eerst wat je ziet is een skelet die aan het stuur zit. Ja. Ja, wat krijg je? Dat mensen gaan remmen en zich laten afzakken, nog een keer ernaast en foto's gaan maken. En je krijgt hele rare situaties. Want dat was het eerste wat opviel. Van, ja. Wat is daar aan de hand? Ja, dan ga je even een gesprekje aan met zo'n kerel van joh, gefeliciteerd. Dit heb je fantastisch gedaan en bedacht. Maar nou ja, dat zag hij zelf ook in. Van ja, ik zie de reacties en het is misschien niet helemaal handig. Hij zei, maar ik vond het zo leuk. Ik, zei, ja. Ik ook. Ja. Maar ja, doe het dan niet, weet nee, je wel. Nee. Maar ja, je komt natuurlijk van alles tegen. Ja. En nou zouden mensen die hier naar luisteren, die vragen zich dan natuurlijk meteen af, is dat dan strafbaar of juist niet? Ja. Heel officieel zou je dan moeten gaan naar artikel 5, gevaar of hinder veroorzaken, ja. Kunnen veroorzaken. He, je ziet allerlei mensen rare dingen doen door iets wat jij veroorzaakt. Dus ja, daar zou dat onder kunnen vallen. Maar in dit geval is het gewoon compliment voor de ludieke actie. Joh, niet doen. Nee, ja. Hij snapt het ook. Fijne avond. Gewoon een leuk gesprekje ervan ja, maken. Nee, maar ja. De boodschap is duidelijk. Daar hoeft geen boetebedrag op te leggen. Weet je wel, dat... We hebben ook een vraag gekregen. Controleer jij wel eens in jouw eigen dorp of stad? Ja. Op snelheid dan? Het valt net buiten mijn werkgebied waar ik woon. Het werkgebied Noord-Nederland. Dus ik zit in Groningen, Friesland en Drenthe. We hebben een vrij groot werkgebied. Ik woon in Overijssel. Dus ik ben altijd volledig onpartijdig bij ons in het gebied. Dus dat is wel prettig. Maar nee, heel af en toe wel eens dat we daar rijden. En dan komt het wel eens voor, ja. Maar ja, ik probeer toch altijd wel heel erg terughoudend te zijn met mensen uit eigen buurt. Kijk, tuurlijk, iedereen weet wie ik ben en wat ik doe en dat soort dingetjes. Maar nou, goed, volgens mij moet je niet direct in je eigen straat of omgeving echt stevig aan de bak willen gaan. Dat is niet handig. Dan kun je beter gewoon even een gesprek aangaan. Er schiet me nu te binnen, want je had het net over de meest grappige momenten. En anders, ik zei, van als ik die hier nu niet ga noemen, dan ga je terugkrijgen. Want daar heeft iedereen er nog heel vaak over. En dat is dat ik een keer met mijn collega Charles, toen hij op de motor zat, met blik op de weg. Toen hebben wij een jonge jongen, tenminste, Charles, die heeft hem een duw gegeven, dat hij met zijn brommer al de droge sloot inging. En dat filmpje duikt nog regelmatig op. En dan word ik dan weer op aangesproken van... Hey, ik zag weer dit en dat. En dat was gewoon ontzettend grappig. Echt zo'n jonge jongen die een waas voor zijn ogen krijgt... er vandoor denkt te gaan. Ja, dan raakt hij in een strijdje verwikkeld met mijn collega Charles. En ja, Charles, daar ga je niet van winnen op de motor. Dus... En toen hij zijn kans zag, toen gaf hij me duw met zijn voet en belandde die jongen met brommel al in een droge greppel. En toen was het afgelopen. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Achteraf krap je achter de oren van, was het allemaal handig? En zeker met alle camera's eromheen. Maar hey, het is gewoon hartstikke netjes opgelost. Klaar, weet je wel. Er was geen enkel gevaar bij. Het ging lekker rustig. Ja. En je hebt er gewoon nu al, het is echt al jaren geleden, maar je hebt er al jaren lol om met elkaar. Dus nou ja, dat is wel een heel leuk item. We gaan het fragment er nog even bij zoeken. Ja, dan kunnen dat. We nog even extra delen. Helemaal goed. Een van jouw gloriemomenten. Ja, dat was echt heel leuk. Dat was nog een kleine jonge Nielsje. Was het nog toen. Ja. Leuk. Het dossier. Hey, we hebben tussen het opnemen van deze twee rubrieken... hebben we even gekeken naar het fragment waar jij zojuist aan refereerde. Voor de mensen die dat nog nooit gezien hebben... dat gaan we sowieso ook even delen via Instagram. Dus mocht je dat ook even willen zien... dan kan je dat even kijken op mijn Instagram. Maar dat is ook wel een van de mooie voorbeelden, denk ik, van het werken bij Team Verkeer. En waar je dan mee in aanraking komt. Ja, het is heel divers. Waarom verkeer? Hoe is dat zo in jouw leven of carrière? Hoe is dat zo gekomen? Daar heb ik helemaal geen goed antwoord op. Het is gewoon iets wat ik leuk vind. Ik mag graag alles besturen wat een motor heeft. En dat zit er al van jongs af aan in. En ik vind het gewoon heel erg leuk. En deels heb ik dat al uitgelegd. Gewoon de dynamiek die er altijd in heerst. Alle mensen die zich wel of niet ermee bezig willen houden... maar toch eigenlijk gedwongen worden om zich in het verkeer te begeven. Je hebt geen keus. Als je je verplaatst, zit je erin. Ik vind het gewoon heerlijk. Ik geniet daarvan. En het is echt niet zo dat je heel veel verstand van auto's moet hebben... om wat met verkeer te doen. Want alles is verkeer. Voetganger, fietser, alles wat zich er doorheen begeeft.
Ook de gestolen spullen die richting de grens gaan, verzinnen. Maar alles gaat daar doorheen. En ja, ik begeef mij daar graag tussen en doe daar graag mijn dingen. En hoe zit het met de handhavende kant? Want je bent natuurlijk, hè, als je bij Team Verkeer werkt, ben je ook veel met verkeershandhaving bezig. Ja, zeker. Hoe is dat voor jou om daarmee om te gaan? Nou, ik ga er voor mezelf in die zin altijd zo mee om. Kijk, tuurlijk, als je iets verkeerd doet, kun je een boete krijgen. Maar de boete is niet zaligmakend. Als de situatie daarom vraagt dat een gesprek beter is, dan is dat vaak nog een beter middel op zich dan alleen maar geld uit de zak te kloppen. Het is echt een afweging steeds van ja, wat is je doel? En daar hoort soms gewoon een bekeuring bij. Maar in sommige gevallen werkt het gesprek ook prima. En moet je gelijk 3 of 4 boetes geven voor verschillende kleine overtredingen? Of pak je juist dat eruit wat het meest gevaarlijke is? Of het meest vervelende voor andere weggebruikers? Dan heb je je doel ook bereikt. Nou, en ik probeer daar gewoon voor mezelf steeds gewoon heel erg stelling in te nemen van wat vind ik hier het best bij passen. En dat wordt ook heel goed geaccepteerd. En ik denk dat maakt het voor mij gewoon dat ook die kant van handhaving daar gewoon prima bij in te passen is eigenlijk. Ja. Maar het is niet alleen handhaving, hè. Het is ook zorgen, de technische eisen, zorgen dat de boel een beetje veilig is. Het is ook interventies plegen. Het is mensen die onder invloed rijden. Het zijn criminele stromen die door het verkeer gaan, waar je op investeert. Het is van alles wat bij elkaar komt. Ja, en waar ik altijd ontzettend van onder de indruk ben, is de hoeveelheid kennis op dit gebied bij de collega's die bij de teams verkeer werken. En dat is echt, er zit een hele hoop wet en regelgeving aan. Correct. En veel collega's, jij bent daar ook een van. Dat zijn halve lopende wetboeken en naslagwerken op wat er allemaal wel en niet mag. Ja, maar als ik een vreemd vogeltje zie, daar heb ik ook geen verstand van. En terwijl er heel veel mensen zijn die alles van vogels weten. Ik zou het niet weten. Echt niet. Ik zie een vogel. Nou, zo zien andere collega's of mensen zien gewoon een auto, een motor of een fiets. Terwijl ik weer andere dingen daarvan weet. Het is waar je interesses liggen. Wat je leuk vindt. En daar weet je dan ook een hoop van. Maar ik weet ook lang niet alles. Godzijdank niet. Ik leer ook nog iedere dag. Maar ja, we hebben ook collega's die veel meer gespecialiseerd zijn. Weer als ik dat ben in zwaar vervoer. Laat ik het zo zeggen. In met personenvervoer. En dat soort dingetjes. Dan vraag ik hun ook. Ik weet niet alles. Uiteraard kan ik het opzoeken. Maar ja, en zo eerlijk moet je soms ook tegen mensen zijn. Van, joh, ik weet dat het niet goed is, maar hoe het precies zit, daar kom ik nog even op terug. Ja. Ja, prima toch? Heb je wel eens moeite met bepaalde vooroordelen? Bijvoorbeeld dat er een bonnenquota is en dat dan de reden is van de bekeuring? Nee, geen moeite mee. Ik vind het wel vervelend als mensen het als excuus gebruiken voor hun eigen gedrag. Want dat krijg je natuurlijk ook. Van, nou, je moet nog zoveel bonnen halen. Zeker, nou, ik hoef helemaal geen bonnen te halen. Daar wordt het echt niet anders van bij ons. Maar je mag wel verwachten, als je iedere dag op straat bent, dat je toch af en toe eens een keer een bonnetje meeneemt. Ik bedoel, maar dat geldt denk ik voor iedere diende. Want anders zit je ook met oogklep op in de auto, denk ik. Of op de motor, of op de fiets, of lopend. Dus ik denk dat het vervelendst is dat mensen eraan refereren, terwijl het gewoon absoluut niet waar is. En maar dat doen ze dan uit hun eigen gevoel. Van er wordt mij nu onrecht aangedaan. Ik ga dit en dit maar roepen. Dat is gewoon absoluut niet aan de orde. Nee. Nee. Hoe ziet het werken bij jouw teamverkeer? Want we hebben natuurlijk in Rotterdam ook een teamverkeer. Zeker. Maar hoe ziet dat er voor jou uit? Nou, wij hebben 3 teams in Noord-Nederland. We zijn 1 team. We hebben 3 locaties. Zo moet ik het eigenlijk goed zeggen. We hebben Leeuwarden, we hebben Groningen en we hebben Assen. Ik werk zelf vanuit Assen. Maar ik kan wel de 3 noordelijke provincies door als ik dat wil. Het ligt een beetje aan mijn taak en doelstelling per dag. Uiteraard hebben we de ene dag meer dingen op het bordje liggen als de andere dag. En dat bepaalt ook een beetje wat ik ga doen. Het kan zijn dat er bepaalde meldingen liggen van iemand die gaat rijden die eigenlijk niet mag rijden. Van joh, kun je daar eens op gaan posten? Zo en zo laat vertrekt hij vanaf zijn werk. Ja, dan hoef ik niet in een shift om de hoek te gaan staan. Want dan staat er een politieauto opvallend te staan. Ja, dan gaat hij niet rijden. Dus dan gaan we onopvallend werken. Het kan zijn dat op bepaalde trajecten gewoon heel veel overlast is. Of dat er heel hard wordt gereden. Ja, dan pak ik liever een onopvallende auto of een motor onopvallend. Dan kun je daar meer mee werken als mijn opvallende. Maar voor toezicht en het aanwezig zijn werkt opvallend werken weer hartstikke mooi. En dan kun je ook prima je dingetjes doen. Dus ja, en mijn dag bepaalt eigenlijk een beetje het type werk wat er ligt. Is een beetje bepalen voor welk voertuig ik rij. Want wat voor voertuigen rij je allemaal? Ja, bij ons is de keuze natuurlijk opvallend, onopvallend. Opvallend zijn de motoren en de opvallende de shifts, de Audi's.
En onopvallend zijn de videoauto, zijn de reguliere onopvallende auto's en een onopvallende motor. En dat kan en mag jij allemaal doen? Ik kan en mag alles doen, ja. Dat is best leuk. Ja, nee, ik klaag ook zeker niet. Ik heb het hartstikke goed voor elkaar. Ja. Er zit gelukkig ook heel veel vrijheid in. Alleen zoals aangegeven, ik ben al wat opgegroeid met die hele videoauto's. Ik ben wat bevooroordeeld. Misschien is het niet helemaal eerlijk, want die andere voertuigen hebben ook heel veel voordelen. Maar ik hou ervan om een gesprek en dialoog aan te gaan met mensen. En ze ook even met die neus de feiten te drukken door die beelden te laten zien. Ja. En dat vind ik gewoon een prachtig wapen. Het werken bij Team Verkeer, je hebt het al meerdere keren gezegd, is heel dynamisch. Je komt met heel veel dingen in aanraking. Maar we hebben ook een luisteraarsvraag gekregen over de heftigheid van het werk. Mm-hmm. Kan je daar eens wat over vertellen? Hoe is het om ook met hele heftige dingen, bijvoorbeeld hele zware aanrijdingen, in aanraking te komen? Ja, het is... kijk, je weet nooit waar je bij komt te staan natuurlijk. En je moet soms echt... En dat geldt voor al het politiewerk natuurlijk wel. Je moet heel snel kunnen schakelen. Het ene moment sta je nog rustig ergens langs de kant van de weg te kijken wat er gebeurt. Het andere moment zit je in achtervolging. Of je staat bij een dik ongeval. Of bij iemand die voor de trein is gesprongen. Je staat overal eigenlijk met je neus bovenop. En dan wordt van ons verwacht dat we daar ook nog de collega's op de juiste dingen kunnen ondersteunen. En dingen uitleggen, eventueel overnemen. Dat kan soms best confronterend en heftig zijn. Als ik kijk de laatste paar weken ben ik bij 3 of 4 treinspringers geweest. En dan heb ik er niet overal met mijn neus bovenop gestaan, gelukkig. Maar ja, dat zijn wel dingen die je toch altijd even meeneemt. En daar kun je gelukkig, kan ik er wel mee omgaan. Maar je krijgt soms een hoop voor je netvlies. Zeker omdat je overal in die regio zit. Dus daar waar het gebeurt, kunnen wij en worden wij soms ook daar verwacht. Ja. Dus ja, dan ga je overal heen. Dus je komt echt overal bij. En dat zijn er soms leuke dingen, maar soms ook de echt hele vervelende dingen. En heb jij een bepaalde manier waarop jij daarmee omgaat? Nou ja, ik zeg wel eens de politiehumor. Die door de gewone mensen soms echt niet gesnapt wordt. Hè? Het lijkt soms heel hard. Maar dat is een manier toch om ermee om te gaan op dat moment. En daarna even afreageren. Wat je het onderling natuurlijk wel doet. Je hebt het er met elkaar over. We worden altijd nog weer gebeld door de collegiale ondersteuning. Van joh, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? En dat zijn wel hele belangrijke dingen. Thuis erover kunnen praten natuurlijk. En een stukje uitlaatklep is gewoon ook lekker ontspannen. Je ontspanning pakken. Leuke dingen doen. Sporten, dat soort dingetjes. Ja, dat houdt je lichamelijk, maar ook mentaal echt wel gezond. Ja. Ja. Hoe is het om zo ontzettend hard auto te rijden? dat is heel gevaarlijk wat ik hier zeggen natuurlijk. Nee, iedereen die mij een beetje kent, die weet ook hoe ik in het autowereldje zit. Wat ik er allemaal doe en dat soort dingen. Dus ja, ik hou ook echt van hard rijden. In het werk uiteraard daar waar nodig. Het is leuk, maar het vraagt ook heel veel van je. Ik zit ook regelmatig op het circuit, maar dat is heel anders dan op de openbare weg. Ik heb ook best wel veel vrienden en kennissen die ook in het racewereldje zitten. En die zeggen van, ja joh, maar op de openbare weg, joh, ik rij ook net zo makkelijk zo hard. Ik zeg, ja, dat zal wel. Maar als het erop aankomt, op de openbare weg heb je met andere mensen te maken. En met hele andere situaties. Wat ligt er op de weg? Wat is dit? Wat is dat? En daar zit juist die uitdaging. Want je bent er niet alleen om hard te rijden of om hard te kunnen rijden om ergens te komen of om iemand te pakken. Maar je bent er ook voor de veiligheid van andere mensen. En om dat op een goede manier te doen, dat vraagt gewoon best heel veel. En dan kan ik zeggen, het is hartstikke leuk. Maar je moet je kopje er wel echt goed bij houden. Ja. Ja. Ja, en we mogen natuurlijk best benoemen dat element van actie en omgaan met zo'n auto, dat een heel leuk aspect is van het politiewerk. Ja, absoluut. Maar ja. Veiligheid staat daarin wel bovenaan natuurlijk. 100%. Ja, en ik zal ook de eerste zijn die bij bijvoorbeeld een achtervolging zou zeggen van jongens, ja, alsjeblieft stop ermee. Dit is het niet waard. Het weegt gewoon niet op. Punt. En dat zo realistisch moet je ook kunnen zijn. In ons politiehart willen we altijd doorgaan. Hè? Hebben is hebben. Maar is het ten koste van wat? Ja. Nou, en als je dat gewoon heel scherp blijft houden, van jongens, wat is hierin nog mogelijk en waarom zou je bepaalde dingen wel of niet doen? En dat is soms heel lastig. Maar we hebben daar ook een vraag over gekregen. Heb jij wel eens een achtervolging moeten staken? Moeten staken. Er zit een verschil in. Hè? Of de meldkamer zegt, je moet stoppen.
Nou, dan zie je dat collega's vaak de blauwe lamp uitdoen en op afstandje proberen mee te rijden. Want hey, je wil hem hebben. Ja. Of het is uit eigen beweging. En het is wel eens gebeurd dat wij ook uit eigen beweging hebben gezegd van jongens, ja, sorry. We weten wie vermoedelijk achter het stuur zit. Laat maar. Want wat is het waard dat hij zichzelf te barsten rijdt of erger nog iemand anders meeneemt ook? Ja. Nou, dat weegt gewoon niet op. Zolang het fatsoenlijk kan, zullen we het zeker doen. En ik wil ook best absoluut wel eens een stapje verder gaan en vooruitzetten. Maar ik zal ook de eerste zijn die de stekker eruit trekt als het echt nodig is. En dat is wel eens gebeurd. En ook dat we naar collega's toe zeggen van jongens, alsjeblieft, doe dit niet, stop ermee. Of laat ons het even overnemen, weet je wel. Maar ook als wij zeggen van dit gaat gewoon te gek, klaar, moet je gewoon stoppen. Ja. Ja, want jullie zijn echt de specialisten toch op het gebied van verkeer? Wij worden geacht de specialisten te zijn. Dat is een mooi politiek correct antwoord wat je geeft. Ja, ik weet wel dat ik hier wat het teweeg kan brengen. Nee, wij worden inderdaad geacht om wat beter daarin opgeleid te zijn. Maar juist ook wat ik zeg, om die beslissing te nemen om wel of niet door te gaan. Of om als we gaan doorpakken, hoe gaan we dat dan het beste doen? En daar word je absoluut in getraind. Daar ben je mee bezig. En dat is wel een hele groot stuk mindset ook. Tijdens achtervolgingen of tijdens inzetten. En ja, dan hoop ik dat we daarin een positief verschil kunnen maken af en toe. Ja. Heb je daarin ook, aangezien we nu toch de gelegenheid hebben. Heb je ook tips voor onze collega's? Dingen die je vaak ziet gebeuren waarvan je zegt van jongens, ja, doe dat nou niet. Of doe dat juist wel. Of afstand houden. Ja? Echt, ja. Maar er is die weer. Ik heb maar vaak gezegd, hou afstand. Je ziet zodra die prio 1 komt, dan gaan die oogkleppen op en ze willen maar één ding en dat is voorwaarts. Maar dat voorwaarts dat gaat veel sneller vanuit de rust en de ruimte. En je wint er eigenlijk niks mee. Misschien verlies je er meer mee door bovenop het verkeer te gaan kruipen en jezelf blind te gaan rijden. Dan wat je nu ook in de rijopleidingen bij ons terug ziet komen. Van joh, werk gewoon echt vanuit die ruimte. Maak je zichtbaar, haal je zicht. Kan het niet, kun je nog een keer terug, weet je wel. Maar ga je niet blind staren op die auto's voor je en je koste wat kost, moet je eromheen. Daar krijgen we juist de ongelukken van. Ja, maar we willen ze pakken, Niels. Daar wordt het op een paar meter afstand meer houden, wordt het niet anders van. Sterker nog, misschien kun je wel makkelijker en sneller inhalen dan wanneer je bovenop die andere kruipt. Druk meer. Mensen, die zitten in hun kokonnetje, in hun eigen wereld. En zodra jij daar in één keer met toeters en bellen achterop dendert, voordat dat kwartje valt, dat ze gaan reageren en ook nog eens het besef hebben van ja, ik moet nu iets gaan doen. Je creëert vaak een paniekreactie. Terwijl je vanuit die rust en die ruimte gaat werken, gun je de mensen ook de gelegenheid om even op een normale manier hun eigen probleem, wat ze dan hebben, even op te lossen. Ja. Want wij staan er niet bij stil wat een stopteken of een volgtekentje of een paar blauwe lampen teweeg brengt bij de gewone burger, laat ik het even zo noemen. Ja. Er moet van alles en nog wat gebeuren. Er gaat heel veel gebeuren en schakelen. Ja. Want op het moment dat iemand zo'n stopteken al krijgt, dat kan heel spannend zijn. En dat ze gewoon echt niet meer weten wat ze moeten doen. Voor ons is het zo normaal om dat misschien 100 keer op een dag te doen. Maar ja, voor die mensen niet. Dat is spannend, dat is eng. Ze kunnen raar reageren. Ja, dat is wel eens goed om je daar even van bewust te zijn. Ja. Mensen, dan zitten collega's te vloeken en te schelden. Van ja, waarom stoppen ze niet? Of waarom gaan ze hier nou staan? Ja, weten zij veel. Weet je wel? Ja, het is een reactie. Mensen schrikken. Ja. We gaan zo meteen kijken en rijden in een videoauto. Correct. En voor de mensen die opletten, die zien al meteen, of die hebben al gezien, dat jouw polo net iets anders is dan mijn polo. Correct. Wat zijn nou dingen die bij jou anders zijn dan bij mij? Nou, zoek de vijf verschillen. Ja. Wat is het in dit geval? Nee, ik heb nu een polo aan zonder strepen en embleem erop. Want ik heb nu, voor hier heb ik hem niet aan, maar we hebben normaal het vest hier nog overheen natuurlijk. Als ik in de auto zit, en we rijden ook wel in burger uiteraard, gewoon volledig in normale kleding. Maar als we zo in het uniform zitten, dan noemen we dat het bedekte uniform. Dat betekent dat we van voren tenminste helemaal donkerblauw zijn. Anders dan zit je in een onopvallend voertuig en heb je nog van die grote gele balk achter de ramen zitten. Ja. Dat kan ik net zo goed ophouden, dat heeft geen nut. Als mensen, en zeker de klanten waar wij soms op rijden, als die één keer in de spiegel kijken en die zien vier van die gele balk achter de vooruit, dan kan ik net zo goed naar huis gaan. Dus dat is wat aangepast. Wij hebben inderdaad niks op de mouwen staan, anders dan het gele streepje. Want dat mocht niet weg, want dat is huisstijl en dat viel niet aan te tornen of zo. Prima. We hebben van alles geprobeerd, maar goed, dat gebeurt niet. Dus we hebben het donkerblauwe vest aan de voorkant. We hebben de zwarte jasjes eroverheen. Als wij in die stoel zitten, dat het een beetje wegvalt. En als je uitstapt, staat er wel gewoon politie. Dus voor de mensen vaak fijn, hè? Die zien van oké, het is voor elkaar. Ook voor de omgeving. Zeker 's avonds in het donker. Als je van een,
van een Audi of een BMW of waar we allemaal wanneer in rijden een stopteken krijgt. Ja, dat is net iets spannender vaak voor mensen dan wanneer dat door een opvallende politieauto gebeurt. En dan is het wel fijn als de twee mensen gewoon in uniform uitstappen. En soms, als we in burgerdienst doen, hey, dan doen we dat ook gewoon in burgerverlichting. Meer ons altijd netjes natuurlijk. We houden er rekening mee. We zetten mensen zoveel mogelijk bij verlichte plekken neer. Dus ook dat is weer een stukje mindset. Ja. In het veld. Hey, we rijden nu in het videovoertuig. Ja, je hebt je portretwaard. Ja, wat kun je erover vertellen? Ja, dit is het videovoertuig. Ja, mooi. Terug naar de studio. Nee, wij hebben eigenlijk alle auto's zijn redelijk hetzelfde ingebouwd. Het moet soms net even een ander plekje natuurlijk. Maar nou ja, standaard en heel herkenbaar is natuurlijk de camera die hier hangt. Die oogt wat groot. Voordeel is dat hij ook een heel groot diafragma heeft. Dat betekent dat je ook in het donker gewoon een fantastisch mooi beeld hebt. En dat is het fijne aan deze camera. Verder het herkenbare scherm, hè, wat je vaak op tv ziet. We hebben de bediening hier zitten voor de camera, voor alles wat ermee te maken heeft. En ik had al gezegd van, ja, hij kan fantastisch mooi inzoomen. Ik zal even stilzetten. Ik kan ook weer wat uitleg geven zonder mensen dood te rijden. Ja. Hier bedienen we eigenlijk alles mee. Dus als ik de camera even richt op die kerktoren daar en ik zou gaan inzoomen, dan zie je dat echt mooi dichtbij gehaald wordt. Zo. Je ziet ook de zoomfactor zie je er wel bij staan. Dus we krijgen wel eens het verwijt van met afstand houden. Ja, moet je kijken hoe dicht jullie erop zitten. Ja, dat is leuk, maar je ziet, wij hebben hem standaard vaak al op een zoomfactor van rond het 25 staan. Dat is het meest realistische eigenlijk. Wat overeenkomt met zoals je het ook voor je ziet. Dus, maar dan zie je dus, als ik hem terughaal, dat we er dan best wel wat afstand achter zitten. Maar ja, dat ding zoomt wel in. Ja. Dus dat speelt dan soms mee. Hier bedienen we dat dus allemaal mee. We hebben ook een achtercamera. Dus kunnen we achterkijken wat er mee gebeurt. Hij slaat alles uiteraard op. Zowel de beelden als de audio in de auto. Dus alles wat gezegd wordt, dat kunnen we later ook terugkijken. Op de laptop, dan kunnen we hier de schijf uit de auto halen. Waar alles op staat, die drukken we in een kredel. Dan kunnen we op de laptop alles selecteren wat we willen bewaren. Alle bijzonderheden van de dag. Ja. En eventueel terugluisteren. En dat kan ook naar een officier van justitie gestuurd worden. Of een programmamaker. Of een programmamaker, ja. Inderdaad. Nou ja, verder de bediening van de lampjes, stopborden en dat soort dingen. Je ziet alles is wel. Ja, dit is eigenlijk de oudste auto die we hebben. Dus het is allemaal een beetje uitgeleefd. Maar ik heb met opzet deze genomen. Want die gaat er binnenkort uit. Dus ja. Niet zo heel spannend als die in beeld komt. Maar alles is mooi weggewerkt. Het zit in de zonneklepjes, het stopbordje. Als we deze aanzetten. Het zit er niet opgeplakt zoals dat bij andere dienstauto's vaak is. Het stopbordje achter zit ook keurig weggewerkt. Er is aardig wat aandacht besteed om het allemaal netjes weg te werken. De bediening voor de computer, zeg maar, hier zitten nog meer knopjes onder. Daarmee kunnen we de beelden terug gaan kijken en afspelen en dat soort dingen. Ja, dus mocht je iemand in de auto hebben, dan kun je daar laten zien wat je wil laten zien. Ja. En verder is het gewoon een normale standaard dienstauto. Het enige wat afwijkend is uiteraard de bediening van dit. Ja, en de blauwe lamp die zit hier aan mijn kant. Ja. Met een mooi hoesje. Als het nodig is, dan moet jij die op het dak kan die erop geplakt worden. Ja. Wat mij altijd opvalt bij de specialistische diensten, waar wat mij betreft dan teamverkeer in dit geval ook onder valt, is hoeveel meer zorg er uitgaat naar het verzorgen van de auto's ten opzichte van vaak een basisteam. Ja. Waar duct tape en een tikkeltje olie af en toe op de plaats is. Klopt. Ik durf met redelijke zekerheid te zeggen dat dit een van de betere onderhouden voertuigen zijn binnen onze eenheid. Maar dat geldt inderdaad ook voor andere bijzondere teams. Maar je moet er ook op kunnen vertrouwen. Ja. Je zit er A de hele dag in. Maar B, als ik hem wegzet, ik weet gewoon, mijn collega die pakt hem ook mee. En die moet er ook weer 260 mee kunnen rijden. Met goed fatsoen. Ja. Dus als ik hard een stoeprandje raak en denk, er is geen schade. Nee, ik zorg wel even dat hij langs de dealer gaat. Van, zet hem even op de brug. Kijk er even naar. Is die velg nog recht? Zit alles op de plek? Zitten de spoorstangen nog goed? Weet ik het wat. Ja. Dat is gewoon een stukje materiaalzorg. Wat best heel hoog ligt. Ja. En dat is volgens mij ook niet meer dan normaal. We hebben hem in het hok staan. Er staat een stofzuiger naast. Je kunt je doekjes pakken. Alles staat er gewoon. En ja, doe na de dienst. Zorg even dat hij weer klaar is. En voor aanvangdienst standaard de sapjes controleren. De bandenspanning even controleren. Dat is wel echt van levensbelang misschien af en toe. Ja, dat hoort er echt bij, hè? Ja. Hey, wat zijn voor jou nou de mooiste meldingen? De achtervolgingen. Ja? Ja, dat is gewoon leuk. Dan ben ik in mijn element.
En dan, dat vind ik wel heel leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind sowieso wel heel veel leuk. Ik vind het ook gewoon superleuk als we kunnen aansluiten bij collega's van de noodhulp. Dat we gewoon echt kunnen ondersteunen, helpen. Of een taak overnemen, weet ik het wat. Weet je wel, het echte noodhulpgevoel vind ik wel fijn om dat te behouden. Ja. Ja, absoluut. Wat ik ook wel hoor bij de collega's in de eenheid Rotterdam is dat die samenwerking ook zo belangrijk is. Hè? Mm-hmm. Daar wordt ook veel op geïnvesteerd, ook in Rotterdam bijvoorbeeld met de TPE en de collega's van Blauw. Team Verkeer en de collega's van Blauw, basisteam, werken op de hoofdwegen en de rijkswegen. Ja. Is dat bij jullie ook zo? Ja, en steeds meer. En wat mij betreft kan dat ook niet genoeg zijn. Want je doet samen hetzelfde werk. En met je ieder zijn eigen ding kun je elkaar wel heel mooi helpen en ondersteunen. En ik vind ook voor ons zouden wij best nog wat meer mogen samenwerken af en toe met die basiseenheden. We zijn geen los onderdeel. Je moet eigenlijk gewoon bij elkaar komen. En dat versterkt alleen maar. Ja, ik denk wel dat het een goede zaak is. Maar daar valt echt nog wel winst te behalen. Dat weet ik zeker. Ja. Zijn er nou, als jij aan het surveilleren bent, bepaalde dingen waar je extra op let? Bepaalde soort van speerpunten, bellen? Ja, afleiding uiteraard. Ja. De telefoon, maar alle andere dingen die eronder vallen net zo goed. Ja. Maar wat ik ook heel erg probeer mee te nemen zijn toch de dichte bakwagentjes. Wat zit erin? Wat vervoeren ze? Wat voor personen zitten erin? Eventjes controleren van jongens, wie zijn jullie? Waar gaan jullie heen? Wat voor lading heb je? Dat vind ik altijd wel heel interessant. Zeker bewegingen tussen de havens en de grens bijvoorbeeld. Dat zijn toch wel wat speerpunten die ik voor mezelf in ieder geval probeer mee te nemen. Ja, er zijn ook zat collega's die weer veel meer op het groot vervoer zitten bij ons. Ja. En die rustig alle vrachtwagens van de weg halen om te kijken hoe zit je met je rijrusttijden, gewichten en dat soort dingetjes. En ik ben meer van het algemeen. Waar ik heel erg in thuis ben zijn alle karretjes, aanhangers en dat soort spul. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Plus het echt onopvallend werken. En de veelplegers. Ja. Dus echt de mensen die op verkeersgebied hun rijbewijs kwijt zijn geraakt. Van joh, die door blijven rijden. Wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we die dan toch weer afvangen? De echte grote verkeershorken die alle technieken van de politie wel kennen. En zich een beetje onaantastbaar wanen. Nou, dan gaan we kijken van joh, wat kunnen we ermee doen? Ja. Komt er weer eentje bij langs. Ik vind altijd wel, kijk, als je iets te hard rijdt en je wordt geflitst, dan heb je pech. Maar voordat ik met deze auto iemand aan de kant zet, dan weet ik wel dat er toch echt minimaal een goede snelheidsovertreding in zit. Precies. Ja. We worden nou ingehaald door een BMW, dus ik start de meting. Als die net iets achter ons zit, kijk, ik kan hier rustig blijven rijden. Ik moet minimaal 16 seconden duurt onze meting, die je minimaal moet doen. Ik denk, nou, we zitten nu op 8, 9 seconden. Dan ga ik er nu langzaam naartoe. Want ik zie dat hij zich daar klem gaat rijden. Ja. Dus dan ga ik er nu naartoe. Als hij nu denkt van, dat vertrouw ik niet. Ja, jammer dan. De meting die heb ik er nu al in staan. En dan gaat het om de gemiddelde snelheid. Het is een traject. En de afstand is hetzelfde. Precies. Ja. Je meet zijn afstand in een bepaalde tijd. In dit geval. Dus daar komt de gemiddelde uit. En of ik nou eerst stil blijf staan en vervolgens met 400 km per uur er weer naartoe zou rijden. Het is nog steeds zijn gemiddelde. Ja. Want je hebt een tijd en een traject wat hij heeft afgelegd. Ja. Dus dat is het mooie, dat je dus niet gelijk moet gaan meerijden. Wat je met andere auto's wel doet, dat je dus op dezelfde gelijkblijvende tussenafstand gaat meerijden. Ja. Dat hoeft met dit systeem dus niet. En dat is wel het grote voordeel wat je hiermee hebt. Ja, dat is handig. En hoe werkt dat met deze auto? Worden dan die beelden ook altijd met het procesverbaal meegezonden? Nee. Of wordt er gewoon procesverbaal opgemaakt en mocht het een keer tot heel veel discussie leiden, dan zijn die beelden nog... Ja, de officier die kan beelden opvragen. Wij zetten er wel altijd bij dat de beelden bewaard worden. Dus mocht er een zaak van komen of er is onduidelijkheid of er is dit of dat, prima. Dan halen wij hem dat stukje. Wij bewaren alle stukjes die wij op een dag hebben, zeg maar, de bijzonderheden. Die zetten we op een externe server en daar blijft het dan op staan... Totdat het eraf moet van de WPG. Ja. Ja. Nou, prima. Dus dat kunnen ze dan opvragen. Ja. En dan zie je soms dat de dingen aangevoerd worden door betrokkenen. Rijdenbeelden ziet je, joh, ik kijk dan, weet je wel. En dan is het ook gelijk klaar. Dus dat is wel mooi. De betrokkenen worden altijd op straat in de gelegenheid gesteld om de beelden te bekijken.
En ja, willen ze hem later zien? Dat kan. Ze kunnen altijd nog een keer even aan het bureau komen. Kunnen we er even rustig over kletsen. Ik leg het liever 10 keer goed uit. Dan dat er ergens een misverstandje blijft ontstaan. Want dan krijg je de verjaardagsverhalen. Weet je wel. Ja, maar dat kan niet en dat klopt niet. En, joh, ik kan het gewoon laten zien. Ik kan het uitleggen. Ja. Nou, kijk even wat die Audi voor ons gaat doen. We hebben een meting gestart. Ze zat op ongeveer 40 tot 50 meter onderlinge tussenafstand. Nou, je ziet dat hij mooi doorrijdt. 100 is toegestaan. Linksbord, rechts stond ook een bord. Dan zorg ik dat hij iets uitloop heeft. Als ik hem nu ga afsluiten, we zitten nu op een metertje of 70, 80. Gemiddeld 142. Je kiest er dan dus ook voor om het laten volgen, wat later te laten plaatsvinden? Ja, nou kijk, ik zoek liever gewoon zelf een goed plekje met iemand. Ja, precies. Dan bepaal ik de stopplaats en niet hij. Zetten we hem hier eventjes neer. Zo. Oeja. Goeiedag even. Goeiedag. Ik hoef het niet uit te leggen, denk ik. Het ging een beetje vlotjes. Heb je het rijbewijs bij de hand voor mij? We gaan hem even nakijken. Had jij al wat? Of moet Zeker. Ik hem even... Oh, nou ja, oké. Okay, klaar. Dat is ook mooi. Sanctiebedrag is €435. Dat is 39 te snel. Ondanks dit een prettige dag. Ja, geniet van het zonnetje. Bedankt. Hey, ja, koester het. Dag. Nou, je ziet dus net, wij rijden gewoon rustig eigenlijk in het verkeer mee. En dan komt er iemand voorbij gereden. Die valt al op. Ik zie hem in de spiegel natuurlijk naderen. Op het moment dat hij ons passeert, heb ik een meting gestart. Tenminste, toen hij vrije baan kreeg, was net voor ons. Dan laat ik hem even rustig weglopen. Dan kan hij ook niet zeggen, ik voel me opgedrukt of anders wat. Yo, hij heeft gewoon lekker alle ruimte, doe gewoon je ding. Dan rij ik er wel naartoe. Is de meting afsluiten. En dan komt er eigenlijk gelijk een gemiddelde uit. Dus het kan gewoon heel snel en binnen een paar honderd meter kan het gewoon al gebeurd zijn. En dat kan dus ook zijn dat er een rijbewijs ingenomen wordt als het wat sneu loopt voor de betrokkenen. Ja. Maar goed, dit is dan weer even een voorbeeldje van de snelheid. Maar het kan van alles zijn natuurlijk. Wat we doen op zo'n dag. Ja. En deze persoon reed dan 42 kilometer te hard dus uiteindelijk. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wordt er dan meteen een boetebedrag gegeven van nou, zoveel gaat dit kosten? Op alle wegen, behalve de snelweg. Is het tot 30 te hard dat wij gelijk een bedrag kunnen noemen, zogenaamde mulderfeit. Alles boven de 30 gaat via de officier van justitie en is ook een geregistreerde overtreding. Dus dat betekent dat je 2 jaar lang een soort sterretje achter je naam hebt. Gebeurt het vaker, kunnen ze er wel naar een tijdelijke rijontzegging gaan. Ja. Of de boete duurder maken. Nou, dat is zonde. Maar goed, dat is gewoon de aanpak voor de veelpleger, laat ik hem even zo noemen. En op de snelweg ligt de grens op de 40 km per uur. Dus de marge daartussen en bij 50 km per uur wordt het rijbewijs ingenomen bij een motor en een auto. Bij een brommer bij 30 plus. Ja, daar kun je zo snel op zitten. Ja. Zeker overdag met die 100. Absoluut. Ja. Tot zover deze aflevering van Boeiend. Ik hoop dat jij het net zoals ik een interessant gesprek hebt gevonden. Ik vond het in elk geval ontzettend leuk om eens een kijkje te nemen in jouw wereld, in de wereld van Team Verkeer. Mag ik jou dan ook hartelijk bedanken, Niels, dat jij hier te gast wilde zijn? Ja, superleuk. Ik hoop dat het wat bijdraagt en dat iedereen er wat mee kan en het leuk vindt. Maar het was hartstikke leuk om hier te zijn en jij bedankt voor je enthousiasme. Voor de mensen die toch eens even een kijkje in jouw wereld willen nemen, wat is jouw Instagram? Ja, mijn eigen is gewoon mijn naam, dat is Niels Hoogma. Maar we hebben natuurlijk ook teamkanaal en dat is van Team Verkeer Noord-Nederland. En daar kunnen ze al het werk zien. Leuk. En het filmpje waar wij het in de podcast over hadden, die ga ik delen op mijn Instagram. En dat is @Niels_politie. Tot zover deze aflevering van Boeiend. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken op Apple Podcast, op Spotify en op het YouTube kanaal van de politie Eenheid Rotterdam. Dus we zien elkaar over 2 weken in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.